VHP-parlementariër Harriet Ramdien pleit voor het rechttrekken van de scheefgroei die binnen de ambtenarij is ontstaan als gevolg van de wijziging van de personeelswet. Tijdens de behandeling van deze wet gisteren in de Nationale Assemblee zei Ramdien dat er veel mensen in topfuncties zijn binnen de overheid met een MULO-diploma en leiding geven aan anderen met bachelor's en master's-diploma's. Ook moet de overheid met deze verplichte landsdienarenregistratie duidelijk kunnen aangeven hoeveel mensen in dienst zijn. Als de overheid niet in staat is dit te doen, is dat bewijs dat de ambtenarenadministratie niet op orde is. Een van de zaken waarom ik aangeef dat ik achter deze wet sta, is omdat ik elke keer uit monden van regering hoor dat wij de ene keer 42.000 ambtenaren hebben, een andere keer hoor je 45.000. En ik ga je nu zeggen, we kunnen onmogelijk rond getal 45.000 of 42.000 hebben. Dat is onzin. Oh, dat woord onzin mag ik niet gebruiken, hoor. Maar ik zal het daar houden. Of moet ik het corrigeren, voorzitter? Maar in elk geval, ik ben niet daarmee eens. Het kan onmogelijk dat je me kan zeggen dat we 42.000 ambtenaren correct hebben. Het moet zeker zijn in de buurt van 42.391 of 43.101 ambtenaren. Maar je moet mij correct kunnen aangeven, dit is het aantal landsdienaren of ambtenaren of werkers die we bij de overheid hebben. Ebo Jones van de NDP haalde aan ook op de hoogte te zijn van de scheefgroei binnen de overheid en vraagt zich af of de verplichte landsdienarenregistratie voldoende is om dit fenomeen te verhelpen. Maar de spreker weet even goed als ik dat onlangs in Nikeri iemand die schoonmaakster is, gemaakt is tot DS, districtssecretaris. Dat is bekend. En dit is scheefgroei waarover de spreker het heeft. En dit is wat we moeten bestrijden. Maar die vraag die we elkaar moeten stellen is die registratie voldoende om dit te bereiken? En de vorm van registratie, is dit de manier? Nee. We mogen niet tegen ordening zijn, maar laat ordening gebeuren op een ordelijke manier. En niet op een manier als wat nu is. Voorzitter, de spreker zegt, en ik moet de spreker aangeven met betrekking tot, tijdens mijn spreekbeurt heb ik aangegeven, als je public sector reform wil hebben, moet je private sector development hebben. Je moet de private sector hebben ontwikkeld, zodat de mensen die vanuit het overheidsapparaat komen, daar een baan zou kunnen krijgen. Veel DNA-leden hebben aangegeven het niet eens te zijn met het principe van no work, no pay. Ze hebben tijdens de DNA-vergadering aangegeven dat dit niet zal worden geaccepteerd.